Nou, als bewonersverbinder bouw ik aan een netwerk van 50 wijkambassadeurs. Er zijn betrokken en actieve bewoners uit de wijk die hun eigen verhalen delen en input willen leveren aan de plannen voor Overvecht. Wij werken samen met de basisscholen. De eerste projecten zien ontstaan op de Markenschool. Kinderen mogen een tekening gaan maken en daar worden een paar tekeningen uit geselecteerd. Die worden op containers geplakt. Voor te zorgen dat mensen gewoon hun afval gewoon in de containers gooien, verplaatst naast de containers. Het geeft mij een heel erg goed gevoel als ik mensen kan helpen die het best zwaar hebben. En zeker in de tijden van nu, doordat de mensen dus niet bij de weggeefkasten konden komen, is de weggeefbus ontstaan. Dus in plaats van dat de mensen de spullen kunnen halen bij de buurthuizen, gaan wij naar de mensen toe. We zijn in onze nieuwe ruimte, het 030 office. Wij zitten hier met rond de 11 à 12 ondernemers beneden om onze droomtoekomst op te kunnen bouwen en om andere jongeren in de toekomst te kunnen helpen. Ik wil eigenlijk van mijn werk mijn droom maken en dat is ook gelukt nu. Nu kan ik lekker mijn eigen ding doen, lekker op een mooi plekje, lekker... In de wijk Overvecht. Mijn les vandaag ging eigenlijk over dromen, hoe zo'n droomreis aan toe gaat. En ik denk wel de belangrijkste boodschap is dat je je droom moet gaan volgen, maar dat die ook vaak vanuit binnenuit komt. En dat je daarin je eigen pad moet gaan bewandelen. Je kan je goede vrienden kiezen, waardoor je een betere toekomst krijgt. Big Brothers and Big Sisters is een stichting die Bigs koppelt aan een Lidl om samen leuke dingen te doen. Ik vind dat Emily me goed leert klok kijken en me helpt met redacties om en mijn huiswerk. En we doen ook soms heel leuke dingen met elkaar. Ik hoop eigenlijk dat we, als we groot zijn en nog groter zijn, dat we nog steeds maatjes zijn.